schrikken. Voormalig CP-team, tenminste moet ik dat zo zeggen, want inmiddels zijn jullie omgedoopt tot Olympisch sporter. Hoe voelt dat? Goed, het is weer een stapje dichterbij gekomen naar het echte werk en daar kijken we naar uit. Ja, want er was een heel spektakel mee. Normaal zijn jullie het CP-team van de KNVB, het oranje CP-team. Maar jullie, nu zijn jullie echt Olympische sporter geworden. De bond heeft jullie ook min of meer moeten afstaan. En nu zijn jullie echt Olympisch. Ja, dat misschien is dat officieel zo, maar zo voelt het niet voor mij. We zijn gewoon een CP-team en we gaan voetballen en het beste ervan maken. Maar ik begreep net wel, ze zeiden net gewoon allemaal dezelfde kleding. Jullie hebben al prachtige pakken gekregen. Dat geeft toch een beetje een eenheid en misschien extra power, of niet? Ja, het is mooi dat we allemaal een mooi pakje erbij hebben. En dan kunnen we ons mooi laten zien tijdens de opening. En dan kunnen we mooi voetbal spelen en met een mooi resultaat. Je krijgt heel veel beelden te zien van allemaal sporters, successen. Ben je dan ook extra geïnspireerd om in Londen goed te presteren? Ja, het doet er misschien wel wat als je die beelden allemaal op dat beeld ziet achter ons. Maar het komt allemaal goed in Londen. Ja, want voor jouzelf, 4 jaar geleden was je er niet bij vanwege een enkelbreuk. Dus voor jou moet het heel bijzonder voelen om het dan nu eindelijk mee te kunnen maken. Ja, als het goed is, de selectie is nog niet bekend, maar... Ja, ik mag hopen en ik ga er misschien een beetje van uit, maar het moet goed komen. Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat ga je heel goed doen in Londen? Nou, ik ben een teamspeler. Ik ben niet echt individueel het beste of zo, maar als team, ik ben een echte teamspeler. Ik laat het team niet in de steek en hopelijk misschien een paar goaltjes meepikken. Ja, want je zei net al goed presteren in Londen. Wat gaan jullie daar kunnen bereiken, denk je? Ja, we hebben een pool met Iran, Rusland, Argentinië en wij dan. Nummer 1 en 2 van de wereld. Wordt lastig. Maar misschien dat we tegen een van die twee landen een steuntje kunnen uithalen. En dan zo onverwachts doorgaan naar de halve finale. En dan weet je het maar nooit, hè. Aanvaard de vlag.